Oké, we gaan taco's maken. Mexicaanse taco's. Het zijn eigenlijk maïs tortilla's. Typisch Mexicaans. Heel makkelijk gerecht. Bereidingstijd 15 minuutjes. Waarom 15 minuutjes? De taco's gaan we zo meteen eventjes in de oven doen. Op 125 graden. 15 minuutjes. In de tussentijd gaan we de kip gaan we bakken. We gaan de worteltjes even schillen. We gaan de maïs toevoegen. Het sausje maken. En zometeen alles serveren. We gaan beginnen met de taco's in de oven te doen. Ik heb de oven even voorgewarmd op 125 graden. En hebben ze een kwartiertje ongeveer nodig. In de tussentijd gaan wij twee bospeentjes eventjes schillen. En dan mooi fijn snijden. Lekker een bospeentje erdoor, soms wat maïs erdoor. Gezond, knapperig en lekker. We gaan de bospeen even mooi fijn snijden. Wel dun, maar een lange stuk. En dan heb je zo meteen een lekkere beet. Waarom snij je hem zo dun? Dat is omdat we hem uiteindelijk zo meteen gaan meebakken, heel kort even met de kip. En we gaan hem daarna lekker laten smoren met de saus die we gaan maken. Zo. Dan gaan we de kip eventjes. Ook lange stukken, die kunnen we zo meteen mooi tussen de taco's inleggen. Een beetje dezelfde dikte. We gaan dus de kip pakken. Dan tegelijkertijd de worteltjes toevoegen. Op het laatste moment eventjes maïskorreltjes. En de saus. Eigenlijk heel simpel, jongens. Het is een kant-en-klaar verhaal, wat je prima bij iedere supermarkt kan kopen. Je hebt de mix. Je voegt 1 deciliter water naartoe. Zo. De pan is mooi warm. De kip er even in. Zo. De kip, die noem je normaal gesproken als je hem gaat bakken, lekker zout of peperen. Eigenlijk alle smaakstoffen zitten al in die kant-en-klare mix. Een prima product. Makkelijk, goedkoop. Toch heerlijk. Mexicaans. Dan voegen we de wortel toe. Even omhusselen. Maïskorreltjes. Maïs wordt altijd met water aangeleverd in blikjes. Eventjes afgieten. Mooi. Je ruikt die zoetigheid van de maïs, ruik je al. Heerlijk product. Zo. Het hele aanbakken doe je altijd even op hoog vuur. Op het moment dat het allemaal een klein beetje aan het gaar is. Dan voegen we kruiden toe. En draaien we het vuur terug, zodat het even lekker langzaam kan gaan smoren. En dan ga ik in tussentijd even de ijsbergsla snijden. Oké, de tacos die zijn zo goed als klaar. De kip is lekker gaar. En we gaan het bord opmaken. Ik vind het leuk om het altijd te presenteren. Dat je gezellig met je maten of je kinderen dit op tafel neerzet en iedereen er een mooie taco van af kan pakken. Sausje heb ik kant-en-klaar ook gekocht. Het is een prima product. Nogmaals, iedere supermarkt verkoopt eigenlijk deze pakketjes kant-en-klaar. Ja. Hartstikke makkelijk, snel en echt heel lekker. Tacos zijn klaar op dit moment. Dan gaan we de tacos vullen. Ik heb het grof gesneden ijsbergsla. Tussenin. En wat ook leuk is, is om uiteindelijk misschien zelf alle losse componenten neer te zetten. Dat iedereen zijn eigen taak zou kunnen vullen. We hebben nu kipfilet ervoor gebruikt, maar je zou ook perfect kip gehakt ervoor kunnen gebruiken. Of kippendij of kalkoen is ook heerlijk om te vullen. Dat de mensen zelf hun taak samenstellen.
Dan gaat het. De saus, de mais en de wortel eroverheen. Je kan die saus kun je pittig of mild of naturel kun je ze uiteindelijk bestellen. Ik heb ervoor gekozen om het pittig te doen, daar hou ik wel van. Past ook bij Mexicaanse keuken. Maar ik kan me voorstellen als je dit gerecht met je kinderen gaat eten, dat misschien ook wel lekker is om het de milde variant te doen. Dan op het laatst gaan we nog wat geraspte kaas eroverheen doen. En ik vind het mooi om een boshuitje eroverheen te snipperen. Voor de kleur, maar ook voor de smaak. Mexicaanse tacos. Smakelijk.